Feyenoord deze geweldige pressie weerstaan? Dat is de grote vraag. Corner van Christensen, daar is het schot, het stuit af. Dat was een schot van Ressel. Goed vrijgemaakt, René Notten. En goed afgespeeld. En een goed 1-2'tje ook nog met Frans Thijssen. Notten, uitstekend gedaan. Daar is Zuidema. Maar er is ook Van Dalen. Notten. Notten kwijt, nee. Beetje fortuinlijk houdt hij tegen Christensen de bal. Achterberg. Misverstand met Frans Thijssen. Schoenmaker. Mooie dieptepaas aan Ressel. Ressel is vrij, maar moet links schieten en gewint goal. De goal van Ressel in de 19e minuut. Niet onhoudbaar zag het eruit. Kijkt u naar de herhaling. Hij was vrij weggestuurd. Peter Ressel ging de diepte in en Van Iersel volgde niet helemaal vol overtuiging, leek het. Maar Ressel moest met het niet zo sterke linkerbeen schieten, deed dat niet al te hard. De Schrijvers had een kans om te onderscheppen, stak het linkerbeen uit, maar werd toch gepasseerd. Zo kon Feyenoord op zichzelf volkomen verdiend in de 19e minuut op 1-0. De kop door Van Hanegem. Oh, wat een kans had Schoenmaker daar. Achterbij. Het gaat allemaal stroef, gespannen, verkrampt bij Twente. Notten. Dat is goed. Achterberg. Zuidema. Achterberg wilde een hakje geven. Feyenoord is eruit. Rijsbergen snel opgekomen daar. Paalplaats. Oeh, werd daar gepakt door Rijsbergen. Vrij schop Twente. Bij de bal Achterberg. Dat is het paasje. Kick van de Val. Kick van de Val, het is een goal! Ja, het is een goal! Maar ja, eigenlijk niet helemaal een goal van Kick van de Val, want hij schoot. En de bal stuitte via één of twee Feyenoord-verdedigers. Stuitte die in het doel. Maar hoe dan ook, in de 24e minuut heeft Twente gelijk gemaakt. Van de Val. Had er misschien beter aan moeten kunnen laten, doet dat niet. Vecht niet alleen voor zijn ploeg, maar ook voor zijn contract. Want dat heeft hij nog niet voor het komend seizoen. En daar wordt Ramlak in het gezicht geschopt door een Twent die wilde omhalen. Eddy Achterberg. Achterberg heeft spijt zo te zien. 8 minuten voor rust gaat Ramlak bepleisterd eruit en komt Dick Snijder erin. Een paar minuten voor rust. Frans Thijssen gooit. Achterberg. En wordt daar met een, wat hij bij het boksen een wenkbrauwblessure heet. En neemt nu, ja, het blijft een merkwaardig karakter. Neemt nu met een handdruk van scheidsrechter Korver afscheid. Epi Drost is er zojuist ingekomen. Thijssen. Weer een bal, nodeloos gespeeld. Op links stond Zuidema te wachten, hij kreeg hem niet. Ressel, De Jong, Ressel. Scherp voorgetrokken, goed voorgetrokken. Dan komt de bal bij Christensen, die kan schieten. Doet dat ook, scoort! Christensen, nadat... kwartier in de tweede helft. De voorzet was van Ressel. Het was een uitstekende voorzet. Er liepen een paar Feyenoorders vrij. De bal kwam bij Christensen. Die wachtte even. Zocht zich zorgvuldig de hoek uit. En schoot toen hard en zuiver. En onhoudbaar voor Piet Schrijvers in. Feyenoord op 2-1, 15e minuut tweede helft. Oranen. En opnieuw.
Nu dan misschien, De Vries. Ja, dat is een wissel en dan komt de kans daar, een uitstekende kans in het doelpunt. Ja, het is een doelpunt. Een doelpunt van Thijssen in de 24e minuut door een geweldige fout in de defensie van Feyenoord, waar compleet gemist werd op een paas die gemakkelijk leek te onderscheppen en Thijssen ongetwijfeld tot zijn eigen verbazing kon doorgaan. Christensen, bond daar drie Twentenaren. Jansen, terug naar Van Hanegem. Gekopt van de val, doorgekopt Sneijder. Nu gingen er drie man omhoog. Dick Sneijder moet hevig trekken, doet dat voortreffelijk. De Jong! Nee! Ja, goal! Theo de Jong, 3-2. Kopbal van Theo de Jong op een voorzet van Dick Sneijder. 2 minuten na de goal van Twente. De bal leek niet hard, maar hij werd diagonaal ingekopt. En Sneijder kon, Piet Schrijvers kon uit de weerwaar van spelers kennelijk geen wijs. En zag geen kans die bal te bereiken. Het is 3-2 voor Feyenoord. En Theo de Jong heeft ze op winst gezet. Rinus Israël, daar is hij bezig zich warm te lopen. Daar gaat Christensen eruit. Nog een kwartier en dan is Feyenoord al of niet kampioen van Nederland. Van de val. Een beetje gezicht. Verspeelt de bal aan Van Hanegem. Houdt hem dan vast. Van Hanegem mag lang doorgaan. Daar komt de kans voor Ressel. Een vrije kans. Hij ontwijkt Schrijvers. Schitterende redding van Piet Schrijvers. Grandioos gepakt die bal. Maar ja, afgebluft door Van Dalen. Al kwam Zwemmelen nog aardig dichtbij. Schoenmaker. Theo de Jong is helemaal vrij. Komt helemaal geen mens meer tegen. Voorlopig. Wacht op zijn akkertje, op de opkomende mensen. Speelt af naar Van Dalen. Oranen, en die kan hem niet kwijt aan Notten. En nu geloof ik dat het einde nadert, want Korver gaat zeer snel naar de bal toe. Arresteert het leder. En dat betekent dat er is afgefloten en dat Feyenoord kampioen is. Voor het eerst sinds 1970. Ongelooflijke vreugde hier in Rotterdam en ik moet zeggen, een verdiende overwinning. Feyenoord heeft niet alleen beter gespeeld, heeft meer individuele kwaliteiten getoond, ook meer ploegkwaliteiten trouwens. Heeft de meeste duels gewonnen en heeft vooral, en ik dacht dat dat toch ook wel voor een belangrijk deel beslissend is geweest, de sterkere zenuwen bezeten.